fiets zo ver mogelijk plaatsen. Oké. Goed dat je met de fiets bent, want we zijn een milieuvriendelijke school. Hier ziet u dat we vier keer hebben meegedaan aan verkeer op school. We hebben drie keer brons gewonnen en één keer zilver. We zijn een heel actieve school en we doen mee aan de wiskundeers. We zijn ook een heel zingende school. Dus heel actief even, hè? Ja. Hier ziet u dat we een fietsenkelder hebben en hier mag alleen het eerste, tweede, derde en het vierde leerjaar binnen. Oh ja, oké. En waarom moet het vijfde en zesde een fiets zetten? Kom maar eens mee. Hier heeft u nog een vraagje voor alleen het vijfde en het zesde leerjaar. Heeft u nog een vraag? Ja, kunnen de fietsen gestolen worden? Nee, dat kan absoluut niet. Want kijk, hier zijn er zelf twee slotten. En bij de fietsenkelder ook zeker niet. Want hier kan de klink niet eens meer naar beneden. Oké. Ga zitten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Allee, de bal! Ga maar snel! Hallo iedereen! Ik ben Mona. En ik ben Lore. En ik ben de cameravrouw Lamo. Vandaag gaan wij jullie een rondleiding geven van... Boomerang! Yeah! Zoals je kan zien, zijn er heel veel bomen en struiken. Maar er zijn wel twee regels. Regel 1. Niet in de bomen klimmen. Oh. Regel 2. Niet... Oh ja. Niet ruzie maken. Niet. En nu zijn we op het voetbalveldje. Maar nu zijn er alweer twee regels. Regel 1. Je mag niet vechten. Dat is niet lief en ook niet leuk voor de anderen. Regel 2. Je mag alleen voetballen wanneer het jouw beurt is. Ja. Oké? Dat hangt bij de richt. En je mag in de bomen klimmen. Nee, nee, dat mag niet. Kom iedereen, we gaan dag zeggen tegen hem. Dag! Hallo, ik ben Zivi en mijn naam eindigt met de Y-tunnel. En ik ben Leon en mijn naam is L-E-O-N. En dit is onze bouwvoer. En ik ben Stef, de cameraman. En hier bouwen we allemaal dingen zoals dit. Leg de tas nog, de shortcut, hij van pak. Sorry, ik ben naar binnen. De peuters zijn er nog. Natuurlijk niet altijd. Als het regent, dan zijn ze helemaal nat. Maar, nu kan je ze nog wel even zien. Schatten, niet? Hallo iedereen, ik ben Morat en vandaag maken we een video met... Project en Olivia. Yay! Kom maar mee. Hier heb je een super toffe brug waar je op kan wandelen. De lucht is... Hallen! En hier heb je dan wandelapparaten die een beetje wiebelig zijn, maar toch nog super leuk. En dan een afsluitertje. Hier! Maar dat was nog niet alles. Nee hoor, kom maar mee naar het volgende deel. Hier gaat het met de naad, waar je dan nog meer zin op te stappen. Zoals dit. Je kan ook je armen gebruiken als je moeilijk is. En dan heb je hier een wiebelende brug. En het is speciaal want in de lente groeien de planten. Maar nu zijn ze ook al een beetje beter. En als afsluiter een klimmen. Dat was het dan. Tot ziens. Dag. Hallo, ik ben Sam, de cameraman. Hallo, ik ben Julien. En hier kan je in onze rifter zien van VCSM wat je allemaal kan doen. Je kan maandag tot en met vrijdag soep bij de kleuters gaan halen. En maandag tot met vrijdag kan je helpen met afdrogen. Hier zie je ook ons eetschema, wat we allemaal eten in de maand. Op 2 maart hebben we courgettensoep, kalkoens, cordon bleu en kermissaus met knolzaal dat jullie eten. En tot ziens! Hallo, ik ben Lara en vandaag ga ik jullie wat meer vertellen over dit gevoel.
Dit zijn de glaasjes voor de boterhammeters als ze willen eten. Buiten mogen ze mogen ook buiten eten als het mooi weer is en zonnig is. Hier zijn de glaasjes voor de warmmeters om te tonen dat de plaats bezet is. En hier zijn dan de soepbekers en kommen als je er recht soep lust. School! Hallo, ik ben Luna en ik ga het eetplaats tonen. Kom maar. Zoals je kunt zien, mogen de kinderen zelf de bestek nemen. Doe maar. Hier zit altijd het vlees, de patatjes, de loentjes en de saus. Hoeveel patatjes moet je hebben? Een paar alsjeblieft. Hoeveel vlees moet je hebben? Een halve. Hoeveel loentjes? Een paar. En hoeveel saus? Alsjeblieft, dankjewel. Hoeveel moet je hebben? Superveel. Oké, hoeveel vlees? Vlees? Oké. Hoeveel loentjes? Veel. Dat is goed voor een gezonde jongen. En een kind. Alsjeblieft smaken. En dan straks gaan ze afruimen op de plaats. Amina heeft pijn. Dus we gaan naar de ziekenhuis. Kom maar. Dit zijn alle hulpmiddelen. Dit is de thermometer om te weten of je koorts hebt. Dit zijn doekjes. Als je dan bloedt, kun je gewoon een doekje erop. Hier hebben we de ontsmettingsgel. Hier de zeep en het water om eens goed alles af te spoelen. En dan de EHBO-kist en daar zitten alle kleine hulpmiddeltjes in, zalfjes en zo, zodat je je helemaal beter voelt. Ja, Amina, zet je maar op de stoel, ik ga je zo helpen. Kijk nu, waar is het? Vinger? Ja. En dan smetten. Zo krijgen we altijd hulp als we pijn hebben. Doet het pijn, Amina? Nee, nu niet meer. Alsjeblieft. Dank je wel. Dag, Amina. Nu is het helemaal beter! Tot de volgende keer! Hallo iedereen. Staan jullie nu in de gang van het 5e en 6e leerjaar? Maar we tonen jullie klas 5b, dus komen jullie mee? Zo'n leuke klas heb je nog nooit gezien. Ja. Alweer een kind met 10 op 10. Nog een kind met 10 op 10. Alweer 10 op 10. Amai, dit zijn de peststudenten in 5b. Zoals werkwoorden, de getallen, het uur en nog veel meer. Dus dit was klas 5b. Dankjewel om te luisteren. En tot de volgende keer! Hallo iedereen! We staan hier in de pauze van de ochtend!
naar school om als vies te zijn of zo. Maar als je nog niet mocht wezen, zo white. Oké, dat is. En zijn dus een zeker stapel voor de grotere kennis voor als we ons vervelen en we willen zekeren. En dit is de tekentafel voor kleuters. En dit is de snoeppot als je een flink taakje hebt gedaan. Want ja, als je een zootaakje hebt gedaan, dan krijg je dat niet, hè? Remy, kom aan, we staan wel in beeld, hè? En dit is de televisie als we met heel weinig kinderen zijn. En we vervelen ons! Ja, we vervelen ons, hè? Ja. Maar we doen niet zeker. Remy, nee. En dat was het. Welkom in de groene klas. Vandaag gaan we wat meer uitleggen over deze klas. Dit is een kring waar iedereen, waar elke kleuter iedere ochtend zit. Dit is de pokkenhoek. Is kletselspelletjes hoek. Piezelhoek. Dit was de uitleg voor vandaag. Hallo, ik ben Marwa. En ik ben Marie. En samen gaan wij jullie de klas van juf Tine voorstellen. Ben je eventjes boos? En nu zag ik je wat je weer blij. Ahoy! Wil je graag een ontdekkingsreiziger worden? Ga dan naar de kikkervisjes. De Picasso van het land, dan is deze hoek voor jou bedacht. Maar van al dat spelen word je een beetje moe. Slaap maar, mijn chouchou. Dag, dag. Doei.